Goedemiddag broers en zusters. Goedemiddag. Fijn dat u hier met z'n allen bent. Ik ben blij dat ik u het woord van God mag verkondigen voor deze middag. Zoals de Heer ook sprak. U ook voor 2 of 3 mensen het woord brengen. Zie jij hier. Als ik u erin gehoorzaam ben, zal ik dat doen. 2 of 3 mensen kunnen daar weer mee verder. We gaan beginnen dit woord bij Johannes hoofdstuk 15. Versen 1 tot en met 8. Opzoeken Johannes 15. Wordt nog gebladerd. Johannes 15, daar staat: de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt u rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Indien gij in mij niet blijft, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank. En is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij mij wilt. En het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Dit schriftgedeelte staat een aantal opmerkelijke zaken. De gemeente en de leden worden hierin vergeleken met de wijngaard. In deze wijngaard wordt onderhoud gepleegd. Het is niet voldoende om alles maar te laten zoals het is. Het zal verwilderen en de wijngaard zal niet meer terug te vinden zijn. Het doel van een wijngaard, vruchten opbrengen. Het gaat dan helemaal verloren. Het is te begrijpen dat er ook regelmatig onderhoud plaatsvindt. Dat alles wordt voorzien van de juiste voedingsstoffen. Om een goede wijngaard te hebben. Helemaal goed is het als de wijngaard regionaal, landelijk en misschien zelfs buiten de landsgrenzen grote bekendheid heeft. Dat betekent namelijk dat de vruchten goed zijn en er een goede naam is en waardoor er ook goede rendementen worden behaald. De ranken zijn dan in goede conditie. De vruchten zijn goed. In vers 2 zien we wat er gebeurt als er geen vrucht wordt gedragen. Deze rank wordt weggenomen. En een rank die wel vrucht draagt, wordt gesnoeid, opdat die nog meer vrucht zal gaan dragen. Dat betekent dat je wel goed bezig bent, dat je op de goede weg zit, maar je ervaart soms tegenwerkingen en moeite. En dat heeft als doel dat je nog meer vrucht zult gaan dragen. Zodat je nog dieper geworteld raakt in het woord en in de Heer. Door moeite en tegenslag wordt de overlevingsdrang geactiveerd. En dat zie je ook op talloze plaatsen in de natuur. Als er gehakt of gesnoeid wordt. Dan zie je als je een poosje later weer komt dat er misschien wel 5, 6 nieuwe ranken zijn. De gemeente van onze Heer Jezus Christus is de wijngaard. En in dit tekstgedeelte zien we dat de landman wil dat we vruchten dragen. En als je vruchten draagt, wil hij graag dat je ze vermeerdert. Het gebeurt door de samenkomsten te bezoeken, waar het levend water wordt gegoten en de verkondiging van Gods woord wordt gebracht. Het samen zijn van de gemeente als wijngaard. En niet als een stuk grond met hier en daar een stukje wijnranken, daar wat nee, samen met elkaar. Door bijbelstudie en gebed blijft de wijngaard in goede conditie. En dat is wat de landman wil. Zorg dat u goede vruchten draagt. Bekwaam je hierin en strek je daarnaar uit. In het volgende schriftgedeelte zien we dat we afhankelijk van de wijnstok zijn, waar de ranken aan zitten. Want de rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Er is een wijnstok nodig en dat is Jezus Christus. Vers 4 en 5. Blijf in Christus, want dan kunt u vrucht dragen. Buiten Christus om wordt u een wilde rank en wordt u buiten geworden. Je verdort en je kunt geen vrucht dragen. Door in het woord te blijven, vers 3 en vers 7. Blijf je rein en kun je goede vruchten voortbrengen, vrij van werelds invloeden. Door in de Heere te blijven, kun je vragen wat je wilt en het zal geschieden. Want het staat in Gods woord. En hierin is de landman ook verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en dat u zijn discipelen bent. De vruchten zijn de gaven van de geest. Blijdschap, uitingen zoals dans, zoals we zagen. Vlaggen, tamboerijnen, muziekinstrumenten, vreugde, vrede. Dus de nieuwe mens aandoen. De oude mens, afgestorven aan de begeerte van deze wereld en het vlees. De macht om te zondigen, die is afgenomen en weggedaan op het kruishout van Golgotha. Het reddende evangelie van Jezus Christus om deze wereld die in zonde ligt te veranderen naar vruchtdragers in Jezus Christus, dat ligt op ons pad. Daarvoor zijn wij allen geroepen. Mensen komen tot bekering. Ze gaan hun levenswijze veranderen en brengen hun levens in overeenstemming met de wil van de landman, de Heere God. Het woord van God is krachtig en sterk. Als je in hem blijft, in Jezus Christus, zal dit geschieden. Wees niet alleen gelovig, maar verwacht met aanhoudend gebed en lofprijzing de wonderwerkingen Gods, waardoor er verandering optreedt in situaties en in omstandigheden. Want alle situaties, alle omstandigheden zijn aan Jezus Christus onderworpen. En om dit alles te illustreren, gaan we naar een ander gedeelte, waarbij ik u eerst ga vertellen over de amandelboomgaard. In deze boomgaard staan amandelbomen. En die nadat ze groot zijn geworden, een periode van 7 tot 10 jaar, beginnen ze ook met vrucht te dragen. In deze periode worden ze ook verzorgd door de meester. Te denken valt dus aan verzorging. De takken knippen, snoeien, zodat ze op de juiste lengte zijn. Ik heb een boom meegenomen. Het is geen amandelboom. Maar we gaan ervoor dat dat zo in is. Ik zie een dode tak. Die gaan eraf. Want daar kan geen vrucht aan komen. Zo wordt een boom gesnoeid. Dat wat overblijft, dat zal meer vrucht gaan dragen. De levenssappen naar de boom, die overlevingsdrang, want hier is gesnoeid. Nu moeten de andere takken, die moeten nu de vruchten gaan dragen. Als ze dat niet doen, worden ze namelijk ook gesnoeid. Nou, er blijft nog genoeg over, hoor. Ook de groeirichting, een andere verzorging, bemesting, goede voedingsstoffen, die zijn allemaal nodig. Dit alles heeft het doel dat de boomgaard zijn vruchten gaat opbrengen, zodat de meester kan leven. De vruchten die geoogst kan worden, de amandelen, worden gebruikt voor, en dat is afhankelijk van het soort amandelboom, voor de consumptie, de parfummiddelenindustrie of een soort essence toevoeging bij de voedingsmiddelenindustrie. Voor een goede vrucht is een goede groei nodig. Goede grond, voedingsstof en verzorging. Op een goede dag loopt de meester weer door de gaat. En beziet de kleine amandelboom. Die voldoet aan zijn verwachtingen. En of het plan voor deze boom het doel nog klopt. Goedkeurend. Met een verheugd hart zegt de meester, je doet het goed. Je bent in mijn plan, het plan wat ik voor jouw leven heb. Je doet het goed, je voldoet aan mijn verwachtingen. De kleine amandelboom denkt, ik doe het goed.
Ik breng goede vruchten voort. Want mijn meester is heel erg tevreden over mij. Jongens, hebben jullie dat gehoord? Mijn meester is tevreden over mij. Ik ben opgegroeid in goede grond. En doe waarvoor ik hier ben. Waarvoor mijn meester behagen in mij heeft. En dat ik op gezette tijden vruchten voorbreng. Ik wandel in mijn bestemming. Dat is waarvoor ik hier ben. Wat de kleine amandelboom echter niet wist, was dat dit maar een klein gedeelte was van de bestemming die de meester voor hem had. Op een dag komt de meester met een bijl de gaat binnen en kijkt speurend rond. Totdat zijn oog valt op de kleine amandelboom. En hij denkt, ja, die voldoet aan het doel wat ik voor hem heb. De boom wordt afgehakt. De kleine amandelboom denkt, wat gebeurt er nu met mij? Wat is er aan de hand? Ik heb pijn. Ik word afgesneden van mijn wortels. Wat heb ik gedaan? En wat gebeurt er? Waar heb ik dit aan verdiend? En wat nog meer? Mijn huis, mijn kast wordt eraf gehaald. Hier stop ik even, ik ga nu verder. Wat zo'n rommel. Maar u begrijpt, hij kan zo nooit meer vrucht dragen. En mijn meester doet het nog wel. Als het nu een storm was, of als het nu een vijand was, maar juist degene die me zo liefdevol al die jaren heeft verzorgd en naar mij omkeek om het doel van mijn leven te behalen, vruchten dragen. En als de huid de bast eraf is, is de bescherming eraf. En gaan alle levenssappen die gaan eruit. En wat gebeurt er nu weer? Wat gebeurt er nu weer? Word ik in de zon gelegd om gedroogd te worden? En dat door de meester zelf. Dit is de kleine amandelboom. Helemaal gedroogd door de zon. Wat is er aan de hand? Ik word ontworteld. Alle bladeren en takken zijn eraf gesneden. De bast is gestript. Ik word in de zon gelegd om te drogen. Zo kan ik nooit meer vrucht dragen. Ik lijk wel een dorre, droge staf. Maar als mijn meester wil, dan zal ik de beste sas zijn die hij ooit heeft gehad. Want mijn meester weet wat het beste voor me is. Doordat ik helemaal droog ben en compleet uitgedroogd, ben ik ook sterk. Kan ik mijn meester dragen. En ik zal zijn wat mijn meester wil dat ik ben. Ik behoor mijn meester toe. De naam staat op mij geschreven. Op een dag is er een grote bijeenkomst. Er worden er diverse staven bij elkaar op een hoop gegooid. En niet weer opgepakt. Wat is er nu weer? Ik wou de beste staf zijn. En nu liggen wij hier bij elkaar. Er moet wel iets mis zijn met mij. Ze worden tezamen in een donkere plaats weggelegd. En het kleed wordt gesloten. Ze worden gebracht naar de plaats van de tent der samenkomst. De plaats waar God woont. De staf zegt bij zichzelf, wat heb ik gedaan? Ik ben opgesloten. En alles wat ik deed in mijn leven,
als de beste boom te zijn om vrucht te dragen. Toen werd ik de beste staf om mijn meester te steunen in alles waarvoor hij mij nodig had. En nu lig ik hier met 11 andere staven in een donkere plaats. Wat moet dit van mij worden? In deze donkere nacht gebeurt er iets. Het is verbazingwekkend wat er gebeurt. Niemand begrijpt het en niemand ziet het. Plotseling gedurende de nacht voelt de staf er iets. Het is een tijd geleden. Er komt iets van vocht in mij. Sappen. Levenssappen. Je kunt het niet zien, je kunt het wel voelen. Het is een wonder. Niemand ziet het, want God doet het. Van binnen vloeit er weer iets. Er stroomt iets. Wat die één nacht in de tegenwoordigheid van God. Eén nacht in de tegenwoordigheid van God. Er schiet iets uit. Bladeren, bloesem, vrucht. En na jaren gedroogd te zijn door de zon, rijst er vrucht op. De volgende dag worden er 12 staven uit de donkere plaats gehaald. De staf is niet alleen lange staf. Alles wat hij ooit wilde doen. Wat hij allemaal had bedacht. Hij had dit nooit gedacht. Ik heb nooit gerekend op wat de tegenwoordigheid van God in één nacht kan doen. Hoe komt dat? Gelezen. En Numeri, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 11. Numeri, hoofdstuk 17. Dus 1 tot en met 11. Staat de bloeiende staf van Aaron. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. En neem van hen voor elke stam één staf van al hun vorsten naar hun stammen 12 staven. Ieders naam zult gij op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron zult gij op de staf van Levi schrijven. Want één staf dient voor het hoofd van hun stam. Dan zult gij deze neerleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waar ik met u pleeg samen te komen. En de man die ik verkies, dien staf zal bloeien. Zo zal ik het gemor, waarmee de Israëlieten tegen u morren tot zwijgen brengen, zodat ik het niet meer hoor. Nadat nu Mozes tot de Israëlieten gesproken had, gaven al hun vorsten hem voor ieder vorst één staf, naar hun stammen. 12 staven en de staf van Aaron was onder hun staven. Mozes nu legde de staven neer voor het aangezicht des Heeren in de tent der getuigenis. Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Toen Mozes al de staven van voor het aangezicht des Heeren tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieder zijn staf. En de Heer zei tot Mozes: breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven. En Mozes deed het zoals de Heer hem geboden had, deed hij. Mijn leven moet zo en zo gaan. En dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. Maar het loopt anders. Totaal afgesneden. Het beste geven van wat ik wil. Je daar apart gezet. Je voelt je soms slap en ziek. God zag iets anders in jou. God zoekt mensen waar u op kan vertrouwen. Op leunen. Vol geloof. Wie kan ik vertrouwen?
en als staf voel je de aanraking van God iedere dag. En dat is geweldig. Dat is het beste wat je kan gebeuren. God heeft geen seizoen nodig. Slechts één nacht is voldoende. Eén nacht in zijn tegenwoordigheid. Van wat een staf was, is weer een boom geworden. Het levende bewijs. Wat je dromen ook zijn. Eén nacht in Gods tegenwoordigheid is voldoende. Kijken we in de Bijbel naar de geschiedenis van Saul. Saul is een christendoder. Op weg naar Damascus veranderde zijn bestemming. En dat is geen normaal uitgedacht patroon. De handen van een meester, wat hij doet met mij. Het is verbazingwekkend wat er gebeurt. Totdat de boom wordt uitgerukt, uitgedroogd en in Gods tegenwoordigheid gelegd. Want daar is drinken in overvloed. In de ark van het verbond, daar ligt ook het manna. En manna is bijzonder fragiel. Het is geen dag houdbaar. Maar in Gods tegenwoordigheid blijft het permanent vers. De amandelboom begint het te snappen. Zonder zon, zonder verzorging, zonder regen, zonder grond en bemesting. Alleen in Gods tegenwoordigheid kun je vrucht dragen. Je bent niet meer afhankelijk van de aardse omstandigheden. Alles wat je zelf hebt geprobeerd om te doen. Overal waarvoor je jezelf hebt gepositioneerd voor succes. Het maakt niet uit of je water, grond en zon hebt. In Gods tegenwoordigheid zijn is genoeg. In Gods tegenwoordigheid kan God in één dag meer doen dan in 1000 jaar. Tijd is niet belangrijk voor succes. Het moet zo en het moet zo gaan. Dit en dat moet gebeuren. Bij God geldt dat niet. Het maakt niet uit of je een boom bent of een staf. In Gods tegenwoordigheid, daar moet je zijn. De omstandigheden zijn niet belangrijk. Op de donkere plaats waar je was in je leven, daar zal God herstellen. Afgeschreven door vrienden. En je leert de waarde om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Ik weiger om omstandigheden mijn omstandigheden te laten dicteren. Ik weiger om toestanden mijn toestand te laten dicteren. Paulus en Silas voelden er ook niet veel voor. Toen ze waren gevangen genomen in hun duistere omstandigheden in de gevangenis om God te gaan prijzen. Ze besloten deze omstandigheden niet te laten regeren in hun leven. En ze kozen ervoor om God wel te prijzen. En zo zijn tegenwoordigheid te ervaren. En zo een weg te banen voor de toekomst. Ook al ziet het er niet naar uit. Ook al voelt het niet zo. Prijs hem. Lofprijzing en bidding. Want dat baant de weg. Ook door duistere omstandigheden. Zijn tegenwoordigheid. Zijn aanwezigheid zal jouw oogst niet dicteren. En ook als je in de duisternis zit, dan zijn er geen betere omstandigheden om hem te prijzen. Mijn aanbidding controleert mijn bestemming, afgesneden uit de grond. Of je dromen uitkomen of je omstandigheden, één nacht in zijn tegenwoordigheid verandert alles. Je leeft door geloof en niet door de wetten. Je begrijpt het niet. Ik ben afgesneden. Ik heb geen vruchten. Ik dit en ik dat. Maar één nacht in zijn tegenwoordigheid. Dezelfde God kan je oprichten. Doen bloeien en vrucht doen dragen. Uit al die staven groeide en bloeide er één. En in één keer snap je het. Je begrijpt het. Gods tegenwoordigheid in je leven doet leven. Mijn omstandigheden controleren niet mijn bestemming. Eén nacht in Gods tegenwoordigheid doet meer dan één mensenleven kan doen. Dank u. Deze preek hier.